niet echt. We hebben niet echt een open dag of zo, maar we zijn wel aan de klussen, laten we zeggen. Dus een beetje projecten doen, motorfiets opknappen, dat soort dingen. Oh, nou ja, dan kan je misschien gelijk met de vergadering dan ook vertellen dat je ons vlak krijgt. Oké. Dat is wel tof inderdaad. Ja, we hebben... Zo die beslissing zomaar dat hij naar ons gaat dan? Nou ja, we zitten er gewoon over na te denken van hij moet wel op een goede plek komen, bij goede mensen terechtkomen. Nou, bij een museum zal hij waarschijnlijk niet dezelfde liefde krijgen als dat hij bij jullie gaat. En... Nee, wij gaan hem echt helemaal pop maken, dat weet ik niet wel. Ja, en ja, we vinden jullie gewoon hele toffe mensen, hè, met nou ja, gewoon mooie dingen ook met de bunkers en alles. Dus we dachten, nou ja, we gunnen hem aan jullie. Ja. Nou, daar zijn we echt super blij mee. Weet je, we willen gewoon ook dan eventueel meehelpen klussen. Dat zouden we heel cool vinden, want we hebben... een projectje van maken, laten we zeggen. Ja, dat we een keertje langskomen en filmen terwijl we aan het opknappen zijn of in elkaar zetten of zo. Dat is al leuk. Ja, dat willen we zeker wel doen. Want hij staat nu al, bij de straler. En ja. Hij komt dan met een grondverfje komt hij eruit. En, ja. Ja, op zo'n manier. Ja, nou ja, daar gaan we zeker iets moois van maken, want we hebben natuurlijk al wat originele delen en die kunnen we sowieso toevoegen natuurlijk. Ja, ja, het enige dan bordje met onze naam erbij en dan komt het wel goed. Ja, goede reclame voor ons en dan moet het wel goed komen. Gestraald worden in deze hal. Kijk, het heeft nog wel een heel klein beetje butjes en dingetje, maar het valt wel mee hoor. Hij is gewoon nice. Ja, deze komt ook wel los. Dat is een andere. Deze komt ook wel los. Ja, deze is ook wel goed, die ring zit er nog tussen. Dat is helemaal goed. Hij kunnen hem wel even regelen. Maar hij is piekfijn. En de lafette? Die is ook. En hier het vaartje. Inkse. Ja. Oké, ik ga het even regelen. De onderdelen van de vlak gaan in de aanhanger. Naar Dordrecht. Dordrecht, en dan vertellen we zo meteen wel verder. J Magna, Watch Dutch MD. Ja, ik spreek met taal, want ik heb goud. Ik heb zilver. Het is, als het spontaan is, wat leuker. Ja, maar ik heb het niet zo spontaan. Jim heeft super spontaan in zijn mond dat we vandaag bij de Stichting Bunkerbehoud Dordrecht zijn. En we hebben onze. Wat vlak. Hebben we gebracht? De vlak! Ja. Ja, die mogen ze hebben. En waarom gingen we hem hier doneren? Omdat we hem gaan opknappen. Ja. En hier mooi tot z'n recht komt. Zeker. En omdat ze alles hier met liefde hebben gedaan, zoals jullie in de vorige aflevering zagen, gaan ze dat dan natuurlijk bij deze ook weer doen. Dus ja, waar moet hij dan heen? Door naar Arnhem! Ja, mag het wegen allemaal. Ja. Hij is wel de film. Ja, dat is wel hoor. Ja.
Yes. Ja, die is goed te tellen. Ja, deze is goed te doen. Daar maken we wat van, dat gaan we zeker wel mooi krijgen. 100%. Ja, leuk toch? En ja. De nummers, waar stonden die? Hier. Kijk, hè, moet je kijken. 2 centimeter vlak nog. Het is met het jaartal erbij toch? 42. Ja. Ja. Precies de bouw van de bunker. Ah ja? Ja, ja. 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 42. Ja. Ja, dat is kikker zo'n ding. Altijd al willen hebben. En, ja. Nu hebben we dan een mooie kans om zo'n ding echt een keer op te knappen. Ja, ja. Dus daar gaan we echt wel een hoop tijd en energie in steken. Ga proberen. Ja. Kijk, deze kant. Nou, ja, goed. Kant. Zo. Nee toch? Ja. Die kant. Oh ja, dit is de voorkant. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, dit is altijd de andere kant van de schutter, daar kan je een borgen laten zeggen. Net nog die broekjes instaan volgens mij. Ja, dat is past hoor. Ja, ik zag al rookjes uit de schoorsteen komen. Dat is voor jou en de En Jim had jaren daarvoor die andere plaat daarvan gevonden. En die had zijn vader per ongeluk bij het slot. Ik heb een stand van hem. Wat een stand van hem. Misschien zit er een sneernippel en daar zit een balletje in. Kogel. Ja, kogeltje laten we zeggen. En die drukt hem dan. Oh, die druk je in. Dat is het. Ah, en die doet het nog? Ja. Ah, ja. Alleen het balletje is eruit. Ik heb van die nippel binnen trouwens. Grappig. Dit is misschien, nou ja, misschien dit is waarschijnlijk een originele. Hoe bedoel je originele? Dat veertje is nog echt. Ja, natuurlijk. Dat is nog je oud veertje. Je hebt zelfs een veertje erbij. Ja, ja, super gaaf natuurlijk. Het is gewoon een super mooi project om hier tijd en energie in te gaan steken. En dat gaan we komende tijd ook zeker doen als bunkerbouw. Goud. Dus ja, jullie hartstikke bedankt voor jullie. Ja, voor jullie mooie sponsoring natuurlijk. De kijkers ook, het hele team, alles aan de orde. Zeker. En we gaan het meemaken, proces. Wij gaan ook zelf het meemaken, we gaan zelf ook helpen. Nee, maar hier komt hij echt tot zijn recht, dat weten we zeker. En dan kan iedereen hem bekijken, het is gewoon goud. Zeker. Bunkerdag. Bunkerdag. Ja, bunkerdag, bunkerdag. Dan staat hij sowieso compleet. En dan gaan we hem ook promoten op de site en dan gaan we zelf ook komen natuurlijk. En we maken uiteraard ook daar weer gewoon een video van dat we ook helpen. Want we hadden jullie beloofd dat we hem zouden restaureren. Nou, krijgen we daar gelukkig hulp van deskundigen. We kunnen komen kijken. Ja. We komen even kijken een dagje. Ja, we komen wel aanwijzingen geven, want daar moet groen en een beetje bruin en blauw. En... Nou, zo hebben we nog niet gezien in elkaar nog. Nee, dit hebben we niet gezien. Ik werd hem helemaal in delen. Ja, die schoot in de lucht. Gaaf, hè? En dan wij hebben dan het vlak geschud. Daarom staan. Nou, jullie hebben dus nu zitten kijken, of jullie zitten nu te kijken naar onze aflevering van het restaureren van de vlak. We gaan hem nog veel mooier opknappen. Ja, wij hebben hem dus gedoneerd aan Stichting Bunkerbehoud Dordrecht. Zij hebben een eigen bunker waar dus altijd zo'n vlak bovenop stond. Die wilden ze heel graag bemachtigen. Nou, dat lukte nooit, dat was moeilijk, want ja, het is helemaal niet zo makkelijk om dat te vinden. Dus zij hebben alles helemaal zelf nagemaakt met ijzer, de mate van de originele bouwtekeningen. Hebben wel overal originele onderdelen ook kunnen verzamelen, vanuit andere landen en zo. Maar ja, nu vonden wij toevallig zo'n vlak, ook nog eens hetzelfde bouwjaar als hun bunker. Ja, dan was het natuurlijk te mooi om dat dan aan hun te geven. Maar hebben jullie dus nu onderdelen of ken je iemand of weet je een land waar originele onderdelen nog te vinden zijn? Neem dan contact op met ons of met Stichting Bunkerbehoud Dordrecht. Zodat we hem gewoon echt helemaal perfect kunnen maken en dat ze echt top zijn. Geen geweren, we willen geen lopen, helemaal niks. Mocht je nog een bezemsteel over hebben waar je niks meer mee doet, je schoonmoeder is er ook klaar mee. Helemaal top, maar verder... hebben wij niks nodig, alleen de legale onderdelen alsjeblieft. Dat zou echt supermals zijn. Dankjewel.